Hey jongens, ik wil jullie dus wat vertellen. Het is best wel heftig wat er is gebeurd. Maar kan dat wat van deze roos doen? Grill chicken. Ik ben een plan aan het bedenken hoe we zeg maar gratis drinken kunnen pakken bij dit feest. Het is best wel rond. Ik verdien trofee. Ik kan hem zakken naar de grond. Word ik dan jouw B? Dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zo, ik ben even gedoucht na de training. Ik ben nu alle laatste spulletjes aan het inpakken. Want we gaan straks naar ons andere verblijf. Ik moet wel zeggen dat het verblijf hier echt top geregeld is. De mensen die hier werken zijn super vriendelijk. Goede service. Dus ik ben echt helemaal tevreden. En omdat de vier in een rolstoel zit, hebben we dus ook gelijk gezien dat het voor mensen die slechter been zijn, dat het heel goed geregeld is. Alles is op de begane grond. En ze hebben hier een eigen rolstoel. Dus die hoef je dan niet helemaal mee te sjouwen zoals wat wij hebben gedaan. En je hebt ook voor mensen die slechter been zijn volledig begeleid. Ja. We hebben gewoon de hele dag door geholpen met alles. Ja. Ik zeg, dus dat is wel echt... Hier is het echt perfect voor mensen die slechte been zijn. Ja. Jullie zullen ook een paar beelden zien van mij. Dat ik loop de rolstoel langs het zwembad. Dat was in de vorige vlog. Oh, dat was in de vorige vlog. Ja. Nou, daar kan je dus zien hoe goed ik naar het toilet kan eigenlijk. Ja. Er zijn heel weinig drempeltjes hier waardoor alles goed te bereiken is. Ja. Nou, ik heb wel echt honger, man. Hoe is het bij jou? Ja, ik heb optrek. Ik was niet een goed ontbijtje. Dat mis ik dan wel weer van Nederland. Gewoon een lekker croissantje. Of een gebakken eitje. Lekker soudrans. Ja. Zal ik anders even snel iets halen of zo? Ja, ik kan het niet, hè. Nou, we gaan samen even een eitje maken. Ik heb mijn nek. Dit is geen goede echo, man. Je echo is geen goede match. Alleen maar klagen. Alleen maar klagen. Ja. Jullie maar niet lachen met mijn gebroken. Nee, maar je zit alleen maar op je telefoon, je zit alleen maar te klagen. Oké, maak het mee te schillen dan. Broodje diner ei. Broodje voor mijn ei. Ik kom net terug van de wasserette. Ik heb mijn kleren even gebracht om te wassen. Oeh. En het ruikt echt zo lekker. Je betaalt hier 100 SRD per kilo. Dus dat is 100 gedeeld door 22. Dat is ja, 5 euro per kilo. Dus dat is wel echt heel goedkoop. Maar ja, voor hier in Suriname is dat heel duur. Omdat iedereen was natuurlijk gewoon zijn eigen kleren thuis. Ik had ook net bijna een ongeluk. Dat mensen die remmen gewoon... keihard op de weg om te kijken voor en achter. Oeh. Even kijken of die camera hier ergens neer kan zitten. Oké jongens, ik wil jullie dus wat vertellen. Het is best wel heftig wat er is gebeurd. En ik geloof ook niet echt dat het toeval is. Jongens, er is iets gebeurd en ik denk dat ik weet niet of het toeval is. Maar ik ging dus mijn haar vlechten. En toen ik mijn haar had vlechten was, had ik een foto gemaakt in die straat. En toen een paar uur daarna is er een beroving geweest bij dat meisje in haar huis. Dus ja, ik denk dat van... Ja, het is wel dezelfde dag. En dan iets van 4 of 5 uur later dan dat ik die post had gedaan. Dus dan ga je wel afvragen van, wow, is dit misschien gemunt op mij? En iedereen had me al wel gewaarschuwd toen ik naar Suriname ging. Van hey, je moet niet plaatsen waar je bent at the moment. Kijk, deze vlog is natuurlijk geplaatst wanneer ik al in Nederland ben. Maar ja, ik pas wel op waar ik zeg maar ben en wat ik plaats. Maar ik dacht van ja, foto van de straat, lekker boeien. Maar blijkbaar is dat ook te veel om te plaatsen. Dus heftig allemaal. Als jullie mij ook dingen zien plaatsen op social media, dus Instagram en Snapchat, tenminste toen ik dan nog hier in Suriname was, dan plaats ik het pas wanneer ik daar weg ben. Dus als ik dan een resort plaats,
dan ben ik daar niet meer zodra ik plaats. Alleen bij Amazonica heb ik wel geplaatst. Omdat daar, ze hebben 24/7 security. Ja, en dat pand is gewoon super goed beveiligd. En wat ik ook nog wil zeggen, want we gaan zo weg. Helaas is het niet echt mooi weer, maar dat ik geen mooie shots meer kan maken. Maar ik heb genoeg mooie shots gemaakt in mijn vorige vlogs van Amazonica. Maar ze hebben dus ook ze bieden dus ook aan dat ze je komen halen bij het vliegveld en weer terug komen brengen. Of ben jij bij een andere locatie, dan komen ze je ophalen om naar Amazonica te brengen. En de grand opening is in augustus uit mijn hoofd. En tot die tijd is het verblijf €35 per persoon. Dus dat is echt heel goedkoop. Omdat ze nog een paar dingetjes moeten regelen. Echt hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld de bar en zo. Dat soort dingetjes moeten ze nog regelen. Maar het, gewoon, de service is gewoon echt top. En ja, dat zeg ik echt bijna nooit over mijn verblijf. Dus ik ben wel echt, echt tevreden. En jullie weten van mij, ik geef altijd eerlijke recensies. Dus ja, de service is top. De mensen zijn er super lief. Als je iets nodig hebt, ze fixen wel een manier voor jou om het te regelen. En het biedt dus ook aan dat je wordt opgehaald van het vliegveld Sandrij. En weer terug wordt gebracht. Want die taxis hier, die gooien lijpe toeristenprijzen. Maar way yo! Kijk hier, de kofferbak zit helemaal vol met een koffer waar de vieze kleren in zaten. Een nieuwe rolstoel die ik heb gehuurd. Wow! En dat is het eigenlijk. Ik ga nu terug naar dat resort waar mijn nichtje en de vriend zijn en Davio. Dan ga ik hem eigenlijk ophalen om in de stoel te zetten. En dan gaan we door naar het volgende resort, Robella. Deze staat wel heel goed in de reviews. Dus ik ben heel benieuwd. En het zag er ook wel mooi uit. Alleen jammer dat het vandaag regent. We zijn nu bij ons nieuwe resort Brombella aangekomen en ik ga jullie nu laten zien hoe het eruit ziet. Nou, dit is onze kamer, dit is een woonkamer. Hier is een leuk plekje om te zitten buiten. We hebben trouwens de familiekamer. Nou, dit is de eerste slaapkamer. Ze zien eigenlijk alle... Wat? Stil moeten zijn vannacht. Gaat er wat gebeuren dan? Wat? Er gaat niets gebeuren. Gaat er wat gebeuren? Ja, deze jongen kan er wat van in zijn rolstoel. Hier is een toilet. Gaan we door naar de gang. En is hier een grote badkamer met bad. Je hebt hier dan een staandouche. The bad bitch, alive. Dan heb je hier een volgende slaapkamer. Ja, eigenlijk zien alle slaapkamers er zo uit. En slaapkamer met de tv. Ja, die is natuurlijk voor mij. We komen eigenlijk de Fio's en neefjes en mijn nichtjes langs. Dus dat wordt super gezellig, belly. Nu gaat Jenny me opmaken, want ik loop echt al 2 dagen zonder make-up. Ja, ik kan ook wel opgeknapt worden. Jij? Ja, just kijken. Ik heb bij. Jongens. Heb je onze slaapkamer al gezien? Ja, ik heb hem net naartoe gerolstoeld. Volgens mij kan je hier wel eten aan of zo. Ja, er is ontbijt hier en zo. Nice and slow. En op die balkon staan. Hier is wel begaande grond, dus dat is wel makkelijk naar buiten. De andere, hier hebben ze buiten heel veel stage. Oh,
Nou, Jenny gaat menu opmaken. Dit is de before. Ik ben benieuwd of ze het kan. Als je op een andere persoon lijkt, dan betekent dat ik eigenlijk vreemd ga dan, toch? Wat is dat voor logica? Nou jongens, het is inmiddels al avond. En kijk jongens, Jenny heeft me geregeld hoor. Make-up looks poppin'. Lekker op aan mummy. Ja, jongen. Nou, haar Insta is Unique Blends. Ik zet even de link hieronder. Iedereen die in Suriname woont, als jij naar een visa gaat, een bruiloft, maakt niet uit. Die moet je sowieso hier komen opmaken, want mijn nichtje is de best. Yes. En al die andere mensen die opmaken hier, je gaat er krokant uitzien. Dus beter kom je bij Janae je make-up doen. We eten gaan bij Joey D's. Geen promo. Nee, dit is helaas geen betaald promo. Maar we zullen eerlijk zijn. Ja, zullen we een eerlijke review geven. Waar is pasta barbecue? Ja, deze is mij. Ah, ik was op mijn wacht, ik had BBQ toch? Ik had barbecue. Dit is de eerste keer dat ik beter eten heb besteld dan de video. Ja. Toch? Ja, die van mij is echt veel lekkerder. En hoe weet Davio dat nou? Nou, dat zal ik jullie uitleggen. Hij heeft namelijk 1 kip voor mij gepakt. Mm-hmm. Wat jij eigenlijk altijd bij mij doet. Ja, maar de regel is... Nee, doe normaal! Mm. De regel is dat ik wel mag proeven altijd, want jij bent een man. Maar andersom mag niet. Racist. Lijkt een slow. Mm. Hij is een slow. Dat was een schaap, toch? Dan hoor ik een koe. Een koe maakt niet zo'n geluid hoor, bäh. Het eten van Joey D's was super lekker. Het krijgt van mij een 9. Wauw. Wat voor cijfer geven jullie? Een 7? Oké, welke cijfer geef jij? Een 8? Oké, en jij? Ik zat even te denken, want die pasta was toch wel... die eet ik thuis wel beter. Maar deze was wel lekker, man. En wat voor cijfer geef je dan? Oh, een 7? Oké, is goed. Ja, het duurt allemaal veel te lang, dus ik wil het wel moeten in. It was too good, but the nice and slow. But it was nice and slow. Als jullie bij Joey D's gaan bestellen, moeten jullie zeggen pasta met barbecue kip. Ik zweer, trust me. Nou, iedereen zit lekker op zijn telefoon. Heel gezellig wel. En dan kom jij met de leuke ideeën, toch? Ja. Zullen we met z'n allen steen, papier, schaar doen? Ja. Hoe heet dat die mensen die aan de oever kan blijven? Kent dit toch? Jezus, man. Nou jongens, Janine wil drinken halen bij de winkel. Maar hier tegenover is 1 gekke vissa. Dus we zaten eraan te denken om daar gewoon een fles te pakken en het gewoon op te drinken. Die vissa klinkt wel lit, man. En nu in de jeep. Ah. Kijk hoor. Is die open? Hier sowieso drinken. Nou jongens, we zijn een plan aan het bedenken hoe we zeg maar gratis drinken kunnen pakken bij dit feest. Ik wil eigenlijk gewoon naar binnen lopen en gewoon veel drank pakken. Maar Jenny zei van, wacht even, we moeten even eerst een plan gaan bedenken. Toen dacht ik, oké, ja, je hebt gelijk. Maar we zijn echt precies... Kijk, we staan precies bij de drankjesbar. Die staat hier. Ik denk, iedereen is al zo ver dat als ze zeggen van, hé, mag ik een fles, dat ze het ons gewoon gaan geven, hoor. Ja. Maar Freda. Dan kan je omkeren. Ja. Dan pakken we die fles en dan rijden we gelijk los. Ja, dan zijn we ready om weg te rijden. Want die bar is vlak hier. Ik hoop dat dit plan werkt.
En hoor dit, hè, jongens. Ik heb dus een heel familiehuis geboekt. Zodat al mijn nichtjes en neefjes konden komen. En Jhené is gewoon de enige die is gekomen. Oké. Zien ons. Oké, we zijn heel dichtbij nu. Waar laten we iemand vragen? Hoe is die vis aan jullie en staat iedereen hier op de auto weg? Dat moet me niet zetten. Kijk hier, die vissa is hier en hier staan alle mensen langs de weg. Hi boy. Ze hebben je niet eens twee flessen gegeven. Ja, ik zeg tegen die man, ik wil die hele pak hebben. Hij zegt nee, die is voor ons. Huh? Toen zei ik oké, mag ik dat twee drankjes? Zei die oké, is goed. Twee flessen moet zijn gegeven. Nou jongens, dit was alweer de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. Maar als je dat niet doet, I don't care. Ja, dat was het. Ik zie jullie morgen weer. Later.